Heeft u een nieuwjaarswens voor het jaar 2021? Wel, 2020 is een rampjaar voor ons geworden. Niet voor ons, voor de hele wereld. Ik hoop en ik denk dat 2021 beter zal zijn. Mijn boodschap naar de medemens, gewoon naar iedereen van Suriname is, ik weet dat 2020 een lastig jaar is geweest. We kunnen het allemaal zien, gewoon situatie en gewoon COVID. We kunnen niet echt veel doen. 31 december, voor niet eens 31 december, maar Unasranamang. We kunnen nog altijd het beste ervan maken. Ik zou zeggen, dit is just the number that changed. Je weet toch? Van 20 naar 21 is just the number that changed. Jij moet jouw plannen moet je eigenlijk gewoon voorzetten. Want het is niet dat je gaat stappen van een gebouw naar een ander gebouw. Of van de ene wereld naar de andere wereld, je weet toch? Je blijft gewoon in hetzelfde circuit. Dus jij moet je levensstijl gewoon aanpassen en als je iets van jezelf wil maken, dat je ervoor gaat. We hebben het elk jaar uitbundig gedaan. En als het een keertje door deze situatie rustig moet, dan moet het ook kunnen, vind ik. Maar wees voorzichtig, veilig, hou je aan die regels. Je mag chillen, maar hou je aan die regels. Dat is het belangrijkste. Al is het moeilijk, al kunnen onze mensen niet zien. We kunnen nog iedereen gewoon bellen. Misschien als het nog mogelijk is, kan iemand nog bij je thuis komen met natuurlijk de COVID-regelen in acht. Voordat we hier doorheen komen en dat 2021 een geweldig jaar voor ons mag zijn. Maak het beste ervan. Stay safe. Hou alle COVID-regels in acht. En dit keer lukt het niet zo uitbundig. Maar als je hoop hebt, dan komt het wel zo. Stay safe, dat vooral. Let goed op jezelf in 2021. We weten niet of het erger wordt. Maar als je goed let op jezelf, dan denk ik wel dat je jezelf en je overige medemensen een goed jaar, dat we samen dan een goed jaar tegemoet gaan. Nou, voor 2021, nou, het is niet echt iets dat ik op kan voorbereiden. Weet ook niet wat het allemaal kan brengen. Niemand was gereed voor 2020. Iedereen had plannen. En ik denk wel dat het voor de meeste mensen is gestopt. Voor mij ook zelf. Ik wou mijn rijbewijs gaan maken. Is ook niet gelukt. Maar we maken het beste ervan. En ik zeg gewoon van, kijk, maak je plannen. En als het mogelijk is, ga gewoon ervoor.